In deze video gaan we kijken naar hoe lang het duurt voordat je financieel onafhankelijk bent. We kijken dan naar twee punten: ten eerste naar de 4% rule, oftewel de 4% regel, en naar je savings rate. Het, ja, hoeveel je procentueel kunt sparen van je inkomen. Die twee dingen samen zijn namelijk heel erg belangrijk om te kijken hoe lang het duurt voordat je financieel onafhankelijk bent. En over financiële onafhankelijkheid gesproken, er zijn ook verschillende misverstanden over. Dus daar zal ik ook drie misverstanden behandelen in deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je als je nog niet geabonneerd bent. Maar in deze video gaan we dus kijken naar hoe lang het duurt voordat je financieel onafhankelijk bent. Wat is nou financieel onafhankelijk zijn? Financieel onafhankelijk zijn betekent dat je geld binnenkomt op andere manieren dan werken, zodat je niet meer hoeft te werken voor je geld en toch rond kunt komen in de onkosten die je maakt. Verschillende manieren om geld binnen te krijgen kunnen zijn passief inkomen. Dus je hebt een boek geschreven, een e-book, misschien heb je een website opgericht waar je geld verdient, een YouTube-kanaal, dat soort dingen. Maar het kan ook gewoon zijn uit geld van investeringen die je hebt gedaan, dus dividenden of waardevermeerdering allemaal dingen waardoor je. Zonder echt tijd erin te steken, toch geld kunt verdienen. En als op dat moment dus je inkomen groter is dan de kosten die je maakt. Ben je in principe uh, financieel onafhankelijk? Want je hoeft niet meer te werken om rond te kunnen komen en dus uh, je lasten te kunnen betalen. Er zijn ook verschillende misverstanden over financieel onafhankelijk zijn, en die wil ik dan ook graag eerst behandelen voordat we gaan rekenen hoe snel je financieel onafhankelijk kunt zijn. Het eerste misverstand is dat je alleen met pensioen kunt gaan als je oud bent, want in principe, als je financieel onafhankelijk bent, kun je zeggen dat je eigenlijk met pensioen gaat. Je hoeft namelijk niet langer te werken voor je geld. En dat is natuurlijk niet waar. Je zult straks in deze video zien dat afhankelijk van hoe jij spaart en de 4%-regel die we toe gaan passen: dat je ook al op jonge leeftijd financieel onafhankelijk kunt zijn en dus in principe met pensioen kunt gaan. Dus het is ten eerste niet waar dat je altijd maar tot aan je 67ste of misschien nog wel langer op dat moment. Uh, tot die tijd moet werken en dan pas met pensioen kunt gaan. Het kan ook best zo zijn dat je op je 40ste al met pensioen kunt gaan. Dat hangt dus helemaal van jezelf af. Een tweede misverstand is dat als je eenmaal financieel onafhankelijk bent of met pensioen gaat, dat je dan niet langer hoeft te werken. Nou, het is inderdaad niet meer verplicht, maar vaak zul je zien dat mensen dan toch blijven werken. Dat doen ze dan niet vanwege het geld, maar gewoon omdat ze het leuk vinden, mensen ontmoeten, dat je anders misschien thuis maar de hele dag alleen zit. Dus je kunt misschien wel de interactie met mensen en het contact met mensen is dan vaak belangrijk. Of je wilt jezelf nog blijven ontwikkelen. Je wilt andere mensen helpen in je bedrijf. Misschien start je als je een YouTube kanaal of een e-book waardoor je toch andere mensen kunt helpen, terwijl je eigenlijk al financieel onafhankelijk bent. Dus in principe kun je dan toch blijven werken. Je hebt alleen op dat moment de keuze om te werken. Je hoeft niet te, te werken, maar het is natuurlijk wel nog steeds mogelijk om te werken. En het derde misverstand is als je vroeg met pensioen wil gaan, of dus financieel onafhankelijk wilt worden, dat je dan miljoenen moet hebben voordat je dat kunt bereiken. Nou, dat is niet waar. Zoals gezegd, gaan we dat even toelichten aan de hand van ten eerste de 4% regel en ten tweede je savings rate. Ten eerste kijken we naar de 4% regel, en dat houdt in dat we als we eenmaal een vermogen hebben opgebouwd, ervan uitgaan dat we 4% van ons vermogen telkens eruit halen. Dus uh, stel je hebt een een vermogen opgebouwd en daar investeer je, daar krijg je rendementen op. Je pakt dan 4% eruit en die 4% die gebruik je om van te leven. Als we dat snel gaan rekenen, dan zou je ook kunnen zeggen dat het geld dat je eruit haalt, dat je in principe 25 keer zoveel erin moet steken, want we hebben een bedrag van 100% en we hebben 4% dat is 1 25ste deel, dus eigenlijk kunnen we ook het bedrag waarvan we willen leven, bijvoorbeeld 20.000 euro per jaar, vermenigvuldigen met 25 om aan het bedrag te komen wat je nodig hebt. Nou, pakken we dat bedrag dus van 20.000, vermenigvuldigen we dat met 25, dan zul je zien dat je 500.000 euro nodig hebt om. In principe met pensioen te kunnen gaan op dat moment. Omdat op die momenten de rendementen die je maakt. Uh, en vermindert met het geld wat je eruit haalt. in ieder geval altijd je vermogen blijft houden. waardoor je in ieder geval op de komende tijd kunt blijven leven. Van, je, van het vermogen dat je hebt. En dus in principe financieel onafhankelijk bent. Hoe lang het duurt dat je dit vermogen kunt opbouwen. dat je eigenlijk financieel onafhankelijk kunt zijn. hangt af van hoeveel procent van je inkomen je eigenlijk apart kunt zetten. Het is natuurlijk een heel erg groot verschil als jij maar. 1% of 5% apart zetten, of je kunt op een of andere manier 90% van je inkomen uh, apart zetten. Natuurlijk is het zo dat als je meer verdient, je waarschijnlijk meer kunt sparen, maar dat is niet altijd het geval. Het is vooral zo dat je de intentie moet hebben en dat je misschien andere dingen moet laten om juist geld apart te kunnen zetten. Om dat te investeren voor later en dus eerder op te kunnen houden met werken. En daar hebben we natuurlijk een tabel voor waar we dat duidelijk kunnen zien. Kijken we nou even naar deze tabel, dan zien we onder andere dat als je maar 5% van je vermogen spaart, je ongeveer 66 jaar moet blijven werken. Dus het is in ieder geval aan te raden om meer dan dat te gaan sparen. Kijken we nou bijvoorbeeld naar 10%, dan heb je dus nog 90% over om te uit te geven, maar 10% spaar je dan is het in één keer nog maar 51 jaar. Lukt het je nou bijvoorbeeld om 20% te sparen, dan is het nog maar 37 jaar totdat je financieel onafhankelijk bent. Kijken we naar 50%, dan is het nog maar 17 jaar zelfs. En lukt het je bijvoorbeeld om maar 35% uit te geven, en dus 65% te sparen, dan lukt het al om binnen 10 jaar financieel onafhankelijk te worden. En hierin zien we dus dat hoe meer je spaart en opzij zet, hoe sneller je financieel onafhankelijk kunt worden. Nou is misschien een percentage als 65% sparen wel heel erg overdreven. En voor de heel veel mensen niet, niet mogelijk. Zeker niet in de huidige situatie. Maar ben je nog student? En zou het je lukken om wat langer thuis te blijven wonen? Waardoor je minder. Uh, Onkosten maakt en dus meer kunt sparen, dan zie je al vrij snel het effect van die 5 of 10% extra sparen op de lange termijn. Kijken we namelijk nog even opnieuw naar het schema en je zou 5% sparen, dan duurt het dus 66 jaar voordat je financieel onafhankelijk bent. Maar lukt het je om 20% van je inkomen te sparen, dan is het nog maar 37 jaar. Dan kun je dus 30 jaar eerder bijna met pensioen, of in ieder geval eerder ophouden met werken en dan dingen gaan doen die je leuk vindt. Dus gaan we ervan uit dat je rond je 20ste hiermee gaat, zou beginnen, dan ben je eigenlijk al voordat je 60 bent, kun je al ophouden. Met werken en dus al met pensioen gaan, omdat je financieel onafhankelijk bent. Dus het is heel erg belangrijk: van is het mogelijk om ergens misschien 5% extra op te besparen? Kun je dat investeren en wil je dat apart zetten en volhouden voor de lange termijn? Dan kun je in dit overzicht natuurlijk zien hoeveel jaar dat scheelt op het einde van je leven, waar je je eerder op kunt houden met werken. Nou klinkt dit misschien allemaal heel erg ver weg en onmogelijk, omdat je met kleine bedragen juist een heel groot vermogen gaat opbouwen. Maar dat heeft dus allemaal weer te maken, wederom met die samengestelde interest waar ik het al vaker over heb. In het schema dat ik straks liet zien, waarin je zag van hoe lang het duurt dat je financieel onafhankelijk bent, zijn we uitgegaan van de volgende gegevens. Ten eerste leg je elk jaar een bepaald percentage van je inkomen in. Dat investeer je bijvoorbeeld in de aandelen of in ETF's of indexfondsen. Maar we zijn ervan uitgegaan dat je ongeveer 6% rendement per jaar maakt. Aangezien de beurs historisch gezien ongeveer 7 of iets meer dan 7% maakt, en de inflatie hou een beetje rekening mee, dan hou je dus 6% over waarmee je vermogen elk jaar kan groeien. Nou, dat gedurende zoveel jaar heb jij dus de mogelijkheid om het vermogen op te bouwen wat je nodig hebt. Zoals gezegd, is dat 20.000 euro die je per jaar wil uit gaan geven. doe je dat keer 25, heb je dus 500.000 euro nodig. En op het moment dat je deze 500.000 euro hebt, groeit dit natuurlijk nog steeds met 6% per jaar. Je legt dan geen geld meer in, maar er komt 6% per jaar bij. En dan gaat het 4% per jaar af, omdat je dat gedeelte gebruikt om van te leven. Dus je vermogen zou daarna nog ieder jaar in principe met 2% kunnen toenemen. En wat, dat zorgt ervoor dat je ook het volgende jaar opnieuw 4% kunt uh, opnemen uit je vermogen om weer van te leven. En op die manier houdt het dus langere tijd vol... Om financieel onafhankelijk te blijven. En het is natuurlijk zo dat je kunt nog werken waardoor je vermogen harder groeit. En daar kun je ook weer meer geld eruit halen. Misschien is het dan niet langer 20.000 euro per jaar. Maar omdat je wat meer erbij legt. En dat rendeert. Kun je misschien wel 25.000 euro op het einde eruit halen? Of misschien nog wel meer? Dat hangt een beetje af. Maar zoals gezegd, je hoeft dan niet meer te werken. Je zou in principe van je vermogen kunnen leven. puur vanwege de beurs. En natuurlijk zijn er jaren dat het op de beurs goed gaat. En dat je misschien wel 12% rendement maakt. Als je dan gewoon 4% eruit blijft halen. groeit je vermogen dus nog steeds harder. Maar er zijn ook jaren dat je misschien wat inlevert. Nou, het is natuurlijk dan belangrijk, zoals altijd met pensioen. Dat je naarmate je dat doel bereikt, je misschien je verdeling wat anders gaat doen. Je gaat wat meer spreiden. Aandelen zijn natuurlijk wat meer rendement, maar hebben ook meer risico. Dus op dat moment ga je misschien naar uh, dividend aandelen of je wil naar obligaties gaan, waardoor je misschien maar 4% uh, dividend haalt. Um, en samen met die aandelen heb je dan toch een redelijke spreiding en een stabiel rendement, kun je verwachten. En op die manier kun je dus financiële onafhankelijkheid behouden. Maar zoals gezegd, om het te bereiken is het natuurlijk heel erg belangrijk om op dit moment een bepaald percentage van je inkomen apart te zetten. En er gewoon jarenlang mee door te gaan, de discipline te hebben om dat te doen. En dan zoals nogmaals gezegd. In deze grafiek zie je eigenlijk waarom je het doet. Je ziet het verschil tussen 5% sparen of 20% sparen. Het scheelt je gewoon bijna 30 jaar dat je eerder op kunt houden met werken. En dat is dus een keuze die je nu moet maken. Ik zou altijd zeggen: rijk worden of miljonair worden is een keuze. Nou, die keuze is dus aan jou. Hoeveel wil je op dit moment opofferen, eigenlijk om te investeren, zodat je later eerder op kunt houden? Is die 10-20% nu het waard om later 30 jaar eerder op te houden met werken? Die vraag stel ik aan jou. En dat moet je natuurlijk aan jezelf vragen. Denken van ja, is het dat mij waard? Dat is voor iedereen anders. Misschien is het 10%, misschien is het wel 40% de mogelijkheid die je hebt om te sparen. Nou, op die manier kun je dus snel financieel onafhankelijkheid bereiken. Tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden, dat je wat van hebt geleerd en misschien wel geïnspireerd bent geraakt om dus wat meer te gaan sparen voor je toekomst. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ook in de reacties weten wat je goed vond of minder goed. Dan neem ik dat mee in volgende video's. Je kunt me ook volgen op Instagram. Add een passief inkomen. Hier plaats ik regelmatig nieuwe content. Dit kan zijn foto's, video's of stories. Waar ik jullie feedback bijvoorbeeld vraag. En dan heb je dus invloed op de video van de volgende keer. En zoals altijd kun je ook reageren onder deze video. Dan heb je nog opmerkingen, vragen, tips? Misschien wil je andere mensen helpen in de reactie. Dat kan allemaal. Praat dus mee in de reacties. En dan zie ik jullie graag in de volgende video terug.